Mijn naam is Bertus de Zwaan, ik ben projectleider bij Bremen Harderwijk. We staan momenteel op een project in Harderwijk waar wij energiezuinige woningen aan het maken zijn. Wij gebruiken bij deze 28 appartementen en 38 woningen biocirculair PVC om onze CO2-voetafdruk te verlagen. Wij kiezen bewust voor circulariteit, want dat is een van onze doelstellingen. En wij kiezen daarvoor voor Dijka, omdat ze goed met ons meedenken, duurzaam omgaan met grondstoffen en de kwaliteit voorop stelt, waardoor iedereen energiepositief kan worden. Mijn naam is Niklas Sprengel. Ik ben al 8 jaar werkzaam bij Dijka als business manager voor de key accounts in Nederland. De innovatie van dit product ligt hem in een grondstof ethyleen, die op basis nu van biocirculair grondstof gemaakt wordt in plaats van een fossiele grondstof. De leverancier geeft eraan dat dat 90% CO2-reductie geeft. Het is hetzelfde product wat wij inkopen en daardoor kunnen wij ook voldoen aan alle kwaliteitseisen waar we met onze huidige PVC ook aan voldoen. We hebben een groot duurzaamheidsprogramma opgezet waarin eigenlijk 3 hoofdonderwerpen zitten. Dat is circulariteit, de mens en continu verbeteren. En dat doen we in alle werkwijzen, producten, innovaties en oplossingen die wij bieden. En ook steeds vaker de klanten waarmee wij samenwerken, zoals Bremen. En hoe borgen wij dan de duurzaamheidsgarantie van dit product? Dat is met een ISCC Plus certificering. Dat is een certificering gemaakt voor duurzame energie en materialen. Het werkt hetzelfde als groene stroom in Nederland. Je koopt het, maar je koopt dezelfde stroom, maar met een certificaat erachter. Ik ben blij dat Bremen nu de eerste is die dit biocirculaire PVC gaat toepassen. En ik hoop dat er veel meer partijen dit ook gaan toepassen. Want dan is er in de toekomst gewoon geen fossiele PVC meer, maar alleen maar PVC op basis van circulaire grondstoffen. En dat zou toch een hele mooie toekomst zijn.